ruimte aan de zijkant bij Tom Bijssel. Heel veel ruimte. Bijssel, goede voorzet. Bijna de Bond. In tweede instantie. Ja, nee. Daar was hij bijna. De 1-0 die op naam zou komen van Maartsdorff. Van Eem. Bellassan doorgelopen. Van Eem, daar komt Bellassan. Geen overtreding. Bellassan met het balbezit. Van Eem. Van Eem met het overzicht. Van Eem. En daar is de 1-0. Erik Van Eem is de naam. Omdat beloond wordt dat hij en Bellassan wel geloven in die aanval. En dan is het 1-0 voor FC Lienden. Oh, bijna de Bond daar op de voorzet van Maartsdorff. En dan zit Van Riel er weer tussen. Maar is dit Bellassan met Sylvania? Bellassan is sneller. Bellassan is sneller. Bellassan. Intezar. En die komt net te laat. Jansen. Zoekt Maartsdorff, vindt hem. Maartsdorff, oh, op de kant. En dan, ja, de gelijkmaker. Onderweg wordt die bal nog even aangeraakt, maar op den Kamp ziet hem tot zijn grote geluk binnenvallen. En dan is het gelijk bij de treffers tegen Lienden. Wembley, weet u nog? Dat was de man die toen twee keer scoorde voor Oranje. Werd hier groot trouwens in Groesbeek hoor, Jan Peters. Bacek, goede aanname, Bacek door de benen. Maar wie maakt hem dan af? Is dit Hens? Ja, dit is Hens. Het goede doorgaan is hier van Bacek met de controle door de benen van Samsay. En geel voor Mol Bendadi. De Bond tot nu toe al 7 doelpunten gemaakt voor de treffers. Oog in oog met Schimmel. De treffers kunnen in de 50ste minuut op voorsprong komen. Korte aanloop. En... via de paal en nog de hand van Schimmel gaat hij binnen. Nog eens kijken. Schimmel in de goede hoek. Raakt hem en dan via de paal en een beetje misschien wel zijn rug. Valt hij toch binnen. Daar Mol Bendadi. Oh. Ja, Van de Kracht verkeek zich daarop. En dan heeft de treffers geluk dat Bendadi de lat raakt. En nu weg. Bacek. Wordt dit de 3-1? Voor de treffers. Is dit het slot op de wedstrijd? Nee. Twijfel achterin bij Lienden. Maar het wordt niet afgemaakt door Cedric Bacek. Bendadi. Hens. Ja. Hens daar bij de tweede paal. En dus de strafschop. Voor Lienden. Onverbiddelijk. Jansen maakt Hens. En dus Van der Meijrakker kan nu zijn 9e gaan maken van dit seizoen. Van der Meijrakker. Hard en door het midden. En het is weer gelijk op Sportpark Zuid. Danny van der Meijrakker. En dan is dit het allerlaatste fluitsignaal wat we krijgen voor deze wedstrijd. Hij met een strafschop en zijn 9e van dit seizoen zorgt ervoor dat het bij FC Lienden tegen de treffers 2-2 wordt.